PSV opent de 73e editie van de Otten Cup tegen Manchester United. PSV 20-voudig winnaar. En altijd wel een van de favorieten. De eerste kans van de wedstrijd is echter voor United. De inzet is van Victor Moussa. Redding van Nick Jansen. Doelman van de ploeg van Vincent Helman, die weer terug is gekeerd bij PSV. Hier bijna een overtreding van McAllister, de aanvoerder van Man United. Maar het voordeel is er en de inzet is van Onesime Zimwangana. Wordt gespeeld met nieuwe spelregels, zuivere speeltijd, tijdstraffen bij gele kaarten, de zelfpaas, indribbelen, kan allemaal. Dit is Elvik Jager, een van de smaakmakers in de eerste helft bij PSV. Krijgt de bal voor en daar is Zimwangana weer. Zo is PSV de betere ploeg. In de openingsfase is dit een overtreding op McAllister. En let dan op, want United doet dit heel slim. Maakt gebruik van die nieuwe regels. Dit is een zelfpaas. Dan wordt Wheatley aangespeeld. Die draait knap vrij. En schiet United op voorsprong. Wijst even naar zijn aanvoerder, want die speelt een hoofdrol. Snel genomen. En dan moet je opletten als PSV zijn. Dat doen ze niet perfect. Dat maakt Wheatley het ook nog wel goed af. Spits van United die al regelmatig meetrainen met het eerste elftal van Ten Hag. Maar PSV komt wel op gelijke hoogte. Uitstekende voorzet van Eus Waaiers. En daar is Elvik Jager, de smaakmaker van de eerste helft bij PSV. Die bal, ondanks dat hij vastgehouden wordt, binnenloopt. Prima voorzet en een verdiende gelijkmaker voor PSV. Hier gaat Kun, de aanvoerder, in de tweede helft. Als PSV er al twee tijdstraffen op heeft zitten. Hier verkooien met een poging. Dan ook United. Met een kansje, Lacy ingevallen. Handig dribbelaartje. Zijn vrije trap. Dan wordt door Jager aangeraakt en verdwijnt naast het doel. Tweede helft, minder kansen voor beide ploegen. Dit is wel een goede mogelijkheid voor Robin van Duiven. Speciaal voor die corner in de ploeg gebracht. Net als Van der Bogaert. Dat kan natuurlijk als je doorlopend mag wisselen. En dan krijgt PSV met nog een minuut of vier zuivere speeltijd te gaan. Een vrije trap. En wordt daar speciaal door Helman van Duiven voorgebracht. Robin van Duiven schiet die bal fantastisch binnen. Broertje van Jason, die we natuurlijk al kennen. Van jong PSV met name. Maar dit was een uitstekende wissel. En vooral een heel mooi doelpunt. Eén kansje nog voor PSV op meer. Als die bal wordt klaargelegd voor Kaderi. Blijft bij 2-1. PSV wint zijn eerste wedstrijd van United.